bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik 2 adventkalenders unboxen van de Action. Zijn allebei van de Action. 1 adventkalender is skincare en de andere is make-up. Normaal doe ik echt alleen maar make-up. Of adventkalenders die een mix zijn van skincare en make-up. Maar ik dacht, weet je wat, let's spice things up. En we gaan gewoon vandaag 2 unboxen waarvan gewoon eentje compleet skincare is. Want daar ben ik op zich ook wel gewoon benieuwd naar. En ik denk jullie ook. En het is altijd leuker om het 2 te unboxen dan 1. Want dat is weer extra plezier. Ik heb ook jullie in een andere video gevraagd welke kalenders jullie allemaal heel graag willen zien. Laat het me ook eventjes weten onder deze video. Welke kalender heb jij gezien en wil je dat ik hier ga unboxen op mijn kanaal? Ik hou het altijd best wel goed bij, maar het kan zijn dat ik het een en ander mis. En dat ik misschien een hele leuke kalender gewoon niet zie. En dus ook dan niet unboxen. Dus ja, als jullie leuke kalenders weten, let me know beneden in de reacties. En dan ga ik ze zeker unboxen. Ik ga er gewoon zoveel unboxen als jullie willen. Er is geen limiet, dus let me know beneden. Maar vandaag gaan we het dus hebben over 2 van de Action. 2 hele betaalbare adventkalenders. Ik denk dat dit de meest betaalbare kalenders zijn die er zijn. Want ze zijn allebei €10 per stuk. En ik denk niet dat er een kalender is die daaronder zit. Dus dit zijn echt ideale kalenders voor mensen die niet te veel te besteden hebben. Vind je dit nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 beauty video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik zal beginnen met te vertellen wat ik op mijn lippen heb. En dat vraagt altijd gelijk iedereen. Ik heb Juvia's Place Lip Liner op in de kleur Cola. Deze is hier niet te koop, maar het is gewoon een hele donkerbruine lippotloodje. Die heb je hier ook gewoon van andere merken. En ik heb matte liquid lipstick op van L'Oreal. Dit is de ultra matte LED chocolate lipstick. Deze ruikt ook echt naar chocola. Echt super grappig. Ik heb hem in de kleur 860 Ginger Balm. Dus die combo heb ik nou op mijn lippen. Deze make-up look heb ik gemaakt in een video waarin ik uitleg hoe je make-up kunt dragen onder een masker. Oké, ik ga beginnen met de skincare adventkalender. Dit is de 24 Days of Skincare Beauty Advent Kalender. Als je dus niet wilt weten wat er in deze kalender zit, klik dan vooral nu weg, want ik ga dus letterlijk unboxen en laten zien wat erin zit. Al moet ik zeggen dat er vaak op de verpakking ook staat wat erin zit. Dat is hier ook, maar ik probeer altijd gewoon niet te kijken. En hier achterop staat ook precies wat er allemaal in zit, maar daar probeer ik altijd niet te veel op te letten, want ik wil altijd gewoon worden verrast. Het is een super grote adventkalender, zoals je kunt zien. Mooi roze, I like it. En ik ga hem gewoon even unboxen. Oké, je kunt dus het plaatje waarop staat wat erin zit gewoon eraf scheuren zo. Kijk, dan is hij er gewoon zo vanaf. Oké, dit is dan de kalender en je kunt hem zo openmaken. En dan zijn hier alle 24 vakjes. Super, super leuk. Dus laten we gaan beginnen. Ik ga even gelijk dit er ook even afscheuren, want dat is voor mij makkelijker met het unboxen. Oké, dan blijft dus gewoon dit over. We gaan gewoon beginnen bij nummer 1. En die zit hier. Ik hoop dat hij wel een beetje makkelijk open te krijgen is. Want ik weet, met de meer goedkope kalenders is het altijd best wel een gezeik om de vakjes open te krijgen. Zoals ik nou ook weer hier weer zie. En dan verpest ik mijn hele nagels. Dit ga ik dus niet doen. Ik pak gewoon even een schaartje en we gaan gewoon alles openmaken met dit schaartje. Het eerste dat we hebben is body lotion. We krijgen 50 ml aan body lotion van het merk Spa. Spa is het skincare merk die te koop is bij de Action. Body lotion vind ik altijd fijn. Ook best wel veel. Hij is best wel groot. Hij ruikt ook wel lekker. I like it. Ik vind body lotion echt super fijn. Dan hebben we hier nummer 2. Gaan we ook even zo openmaken met dit schaartje. Oh, shower gel voor in de douche. Dat vind ik ook altijd wel fijn om te hebben. Dit is de Star Balm Shower Gel. En deze is ook 50 ml. 50 ml vind ik altijd echt de ideale formaat voor adventkalenders. Af en toe stoppen ze er ook producten in van 20 ml en zo. En dan denk ik echt ja, dat is misschien iets te klein. Dus dit vind ik gewoon een fijn formaat. Dit is dus om je lichaam te wassen in de douche. Heel erg fijn om te hebben. Nummer 3 is hier hoog in het midden. Die ga ik er openmaken met een vinger. Oh, die ging op zich best wel makkelijk open. Ik denk dat dit zo'n klein doekje is. Oh, voor de mensen die misschien niet op de hoogte zijn van het concept van een adventkalender. Het is de bedoeling dat je vanaf 1 december, dus elke dag 1 vakje openmaakt. Ik maak het nou gewoon allemaal in één keer open. Maar ja, dat is dus niet echt de bedoeling. Je moet dus op 1 december nummer 1 openmaken. En op 2 nummer 2. En dan zo ga je gewoon door tot de 24e. En dan is het kerst. Dus dat is een beetje het concept van adventkalenders. Ik doe ook altijd 1 adventkalender gewoon halen voor mezelf. Elke ochtend maak ik een vakje open. Afgelopen jaar had ik die van de Douglas gekocht voor mezelf. Die had ik dus niet unboxed op mijn kanaal. En dan maakte ik gewoon elke dag een vakje open. En dan begon ik elke dag met een leuke verrassing. Dat is echt leuk om wakker worden. Oh, dit is geen doekje. Dit is Dit vind ik wel echt. Dit vind ik wel echt cute om te hebben. Dit is om je haar in te doen in de douche. Als je niet wilt dat je haar nat wordt. Ik heb echt wel eens dat ik niet wil dat mijn haar nat wordt. Niet wel eens, maar best wel vaak. Want bijvoorbeeld nou heb ik mijn haar gesteld. Maar ja, ik douche gewoon elke dag mijn lichaam wassen en zo. En dan mag mijn haar dus niet nat worden. Dus ik vind dit oprecht echt handig. Dan moet je zo dit op je hoofd doen. En dan zo je haar er helemaal in. Oeh, nou is het net zo'n Frans toupetje. Toupetje, hoe heet dat? Dat ene Frans hoedje. Maar goed, dit vind ik echt handig om te hebben. Deze had ik niet. Ik deed nou gewoon heel de tijd mijn haar omhoog met een speldje en klaar. En dan werd het toch altijd nog een beetje nat van de vocht. Dus deze ga ik echt zeker gebruiken. Oké, mensen, ik zag dit als een minder leuke adventkalender. Maar tot nu toe ben ik echt wel blij met de producten. Nummer 4 is hier naast nummer 3. Shampoo. Deze ga ik niet gebruiken, want ik heb krullen en ik gebruik alleen maar een shampoo speciaal voor krullen. Maar deze is misschien leuk of voor mijn moeder of zo. Dit is de Sweet Sparkle shampoo, ook weer 50 ml. Ik denk dat gewoon alles 50 ml gaat zijn. Hij is ook helemaal zo zwart. Dat vind ik wel leuk. Dat is wel apart. Dus ja, we hebben een shampoo. Wel leuk dat je echt heel veel verschillende dingen krijgt. Maar ja, we zijn pas bij 4. Nummer 5 is hier ook in het midden. Deze ga ik niet open. Ik ga niet eens. Afgelopen jaar heb ik echt mijn hele acryl verpest met al die adventkalenders. Dat ga ik dus nou niet meer doen. Conditioner. Tuurlijk, als je een shampoo hebt, dan moet je ook dit hebben. En dit is dan de Sweet Sparkle Conditioner. Deze is dus helemaal wit. Allebei 50 ml. Dus dit is zo een setje. Superleuk shampoo en conditioner. Een heleboel wat ik ook unbox in de adventkalender video's. Wat ik niet gebruik, doe ik in winacties. Dus binnenkort komt er weer een leuke winactie. En dan zitten er een heleboel van die producten ook bij. Zoals dit misschien ook. Ik ben nog wel aan het twijfelen of ik dit aan mijn moeder ga geven of in de winactie doe. Maar dat ga ik straks beslissen. Nummer 6 is dit vakje. Dit is een heel klein vakje. Dus ik ben benieuwd wat hierin zit. Is dit nou gewoon een roos? Bloemen? Wat moet je hiermee? Oeh, ze ruiken heerlijk. Dit zijn 3 van die bloemen. Wat is dit dan? Achterop staat wat alles is. Bedroos. Oh, dit is badroos. Oh, voor in bad. Oké. Ik had anders echt geen idee gehad wat dit is. Ze ruiken wel heerlijk. Ik heb alleen geen bad, dus ik heb hier niks aan, maar... Echt handig voor als je in bad gaat, kun je ze zo erin strooien. Nummer 7, hier beneden. Dit is ook weer zo eentje die absoluut niet open gaat. Dagcrème. Dit is de Spa Star Balm Day Cream. En deze is iets minder groot. Dit is 30 ml. Die andere waren 50, dus dit is dan het verschil. Ietsje kleiner. Dit vind ik ook nog wel oké, 30. Dus ook nog 20 vind ik altijd echt te weinig. Dit is gewoon een dagcrème voor op je gezicht elke dag. Hij ruikt... Gewoon naar zeep of zo. We gaan verder. Nummer 8 hier beneden. Wist je dat ik helemaal niet echt heb opgelet wat de afbeelding hierop is? Ik zie pas nou dat het een grote kerstboom is. Hier zo. En dan hier met een vrouw en een klein hondje en zo. Het lijkt alsof het een beetje in een winkelcentrum is. Ja, want hier is ook een roltrap. Dit is een grote winkelcentrum met een grote boom en allemaal gewoon kerstversieringen. Body scrub. Super fijn body scrub. Vooral van Nirk Bruin. Dan moet ik altijd mijn hele lichaam scrubben. Dit is de Spa Star Balm Body Scrub. We krijgen ook weer 50 ml. Hier ben ik ook echt heel blij mee. Deze ga ik zeker 2 gebruiken. Ik moet altijd lichaamscrub hebben. En in principe maakt het mij niet uit van welk merk het is. Body scrub is gewoon body scrub voor mij. We gaan even omdraaien voor nummer 9. Want die zit aan de andere kant. Ik vind het zo irritant als ze niet open gaan. Handcrème. Oh, tuurlijk handcrème. Mensen, adventkalenders worden altijd opgevuld met handcrème. Normaal vind ik het altijd een beetje zo van we weten niet meer wat we erin moeten doen. Dus we pleuren er gewoon een handcrème in. Maar dit is een skincare kalender. Dus op zich is handcrème dan gewoon iets normaals wat erin zit. Dit is de Sweet Sparkle handcrème. Ook weer zo'n zwarte verpakking. En hiervan hebben we ook weer 30 ml. Dus iets minder. Nummer 10 is hier in de andere hoek. Een vuil. Vuil is net als handcrème ook weer zoiets om je adventkalender op te vullen. Zo een gouden glitterhandvel. Ik vind hem wel heel mooi. Of handvel. Ik zeg heel de handvel. Ik bedoel nagelvel. Zo goud glitterig. Dat vind ik wel mooi. Ik gebruik altijd een vel. Maar niet voor mijn handen. Want ik heb nepnagels. Ik heb acryl. Maar voor mijn voeten. Om ze altijd mooi strak te maken. Want mijn voeten doe ik gewoon zelf. Want als ik ergens niet tegen kan. Is als iemand mijn teennagels doet. Want dat gevel zo. Oh, ik kan er echt niet tegen bij mijn voeten. Nummer 11 is hier. Die is zo lang en dun. Ik denk misschien, ja nee trouwens, een pincet of zo. Wat is dit dan? Wat is dit in hemelsnaam joh? Misschien ook iets voor je nagels of zo? Ik ga even weer achterop kijken wat het is. Nagelriemschuiver. Oh, daar kan ik niet tegen. Ik laat ook altijd mijn acryl doen door zo'n meisje. En zij mag dit nooit doen met mij. Want dan moet je zo die huid, die wordt dan zo teruggeduwd. Oh. Ik kan daar zo niet tegen zijn. Je mag dat ook nooit doen bij mij. Maar goed, als je dat wel handelt, dan is het handig voor thuis. Nummer 12 is een klein vierkant vakje hier. Dit is zeep. Spa exclusief zeep. Kijk, gewoon zo zeep verpakt. Valt niet echt iets over te vertellen. 30 gram zeep. Nummer 13, die is hier. Dit is ook voor in bad. Dit is zo'n badbon. Maar ja, ik heb weer geen bad dus. Nummer 14 is hier. Oh, dit is zo'n douche fluffy. Hoe heet dat? Om je lichaam mee te wassen. Deze gebruik ik altijd in de douche. Maar ik heb een grote. Deze is een beetje klein. Oh, oh. Hij is op de grond gevallen. Maar ik heb even geen zin om hem op te pakken. Dus we gaan gewoon even verder. Nummer 15, die is hier. Dit is face wash. Om je gezicht mee te wassen. Is dat voor je make-up of zo? Kijk, dit is de Starban face wash. 30 ml. Visage. Gezichtsreiniger. Ja, is om je gezicht mee te reinigen. Ook handig voor op reis, want hij is zo klein. Maar ja, reizen doen we nu niet echt dus. 16. Lipbalm. Ga er eens goed uit, man. We hebben een hele kleine schattige lipbalm. Kan die open? Hij kan open. Weet je nou wat die ruikt? Die kindermake-up van vroeger. Die kinderlippenbalmpjes. Die dan zo opsmeren zo. Hij heeft echt precies die geur. Dit is de verpakking by the way. Normaal ben ik echt de persoon die adventkalenders helemaal open en kapot schudt. Maar nou, omdat ik een video maak, doe ik alles zo netjes zo terug dichtmaken. Waar is 17? Of heb ik die net open gemaakt? Ben ik bij 18 of ben ik bij 17? Oh nee, het is 17. Face scrub. Ook altijd handig om te hebben. Niet vallen, jongen. Mary Berry Face Scrub. Vind ik ook fijn, want ook mijn gezicht scrub ik. 30 ml. Helaas geen 50. Dat vind ik wel jammer, maar oké. Nummer 18 is hier beneden. Oh mijn god, alles gaat kapot, jongens. Dit is body butter. Ik hou van body butter. En we krijgen weer 50 ml. Ik ga hem nog niet openmaken. Maar ik ben altijd heel blij met body butters. Body butter. Body butter. Ik ruik niks. Nummer 19 is daaronder. Alles gaat ook een beetje zo allemaal open. Kijk. Maar goed, dit is food scrub. We hebben echt een scrub voor elk lichaamsdeel die er bestaat. Sweet Sparkle Food Scrub. Heel mooie verpakking. Ik hou van die zwarte verpakkingen. Ik weet niet waarom, maar ik vind zwart altijd mooi. We zijn bijna klaar. We zijn nu bij nummer 20. Haarmasker. Oh, dat vind ik wel apart. Dat is wel iets wat ik niet echt had verwacht. Ik denk dat ik deze aan mijn zusje ga geven. Want die gebruikt vaak haar maskers. En ik gebruik alleen maar die speciaal zijn voor krullen. Dit is de Sweet Sparkle Hair Mask 50 ml. Nummer 21 is hier. Hebben we nou een crunchy? Dat vind ik wel heel leuk. Zo'n mooi Bordeaux rood. I love it. Ik hou van Bordeaux rood. Ik vind dat altijd echt een mooie kleur. Hier ben ik echt happy mee. Oh mijn god. Ik ben hier echt enthousiast over. Het is echt een beetje stupid dat ik hier enthousiast van word. Maar ik hou van scrunchies. Ik heb er echt superveel. Allemaal van de AliExpress. Want daar is het lekker goedkoop. I love it. Deze gebruik ik echt heel vaak voor mijn haar. Oeh, heel mooi deze. Deze ga ik denk ik... Ik moet hierna een andere video maken. En ik denk dat ik dan deze ga indoen. Love it. Hele mooie kleur ook. Nummer 22 is hier. Dit is ook voor een bad. Ook zo'n badbom ding. Maar dan als een voetje. Kijk. Kijk, het is een voet. Is dat niet echt hilarisch? Oké, nog 2 jongens. Nummer 23 vind je hier. Body mist. Dit is de Mary Berry Body Mist 30 ml. Dus zou die lekker ruiken. Ik vind de geur niet echt hiervan het. En dan last but not least. Nummer 24. Die is hier. Ik maak dit gewoon even zo helemaal open. En dit is een kleine spiegel. Dat vind je ook heel vaak terug in kalenders. Staring at you staat erop. Kijk, en dan heb je er 2. Eentje is zo inzoom. De onderste is zo een inzoom. En die andere is gewoon normaal. Heel handig voor in je tas. Ik vind hem wel, hij voelt een beetje fragiel aan. Dus zien we dit? Horen we dit? Als laatste hebben we dus een spiegeltje. En dan is de kalender helemaal klaar. Helemaal unboxed. Ik moet zeggen, de kalender was echt beter dan dat ik verwacht. Je hebt heel veel verschillende dingen ook echt. En I love it. Ik had echt niet verwacht dat ik deze kalender zo leuk zou gaan vinden. Ik moet eerlijk bekennen dat ik hem gewoon heb gekocht. Puur voor jullie om te unboxen, gewoon om te zien. Maar ik had iets van, ja, dit is niet echt de kalender voor mij. Maar ik vind hem toch niet verwacht heel erg leuk. Ik vind het echt een goede skincare kalender. Ook voor de lage prijs. Je hebt superveel dingen. En superveel dingen gaan ik ook gewoon echt gebruiken. En dat gebeurt ook niet vaak met kalenders. Dus I like it. De volgende wordt deze Max & Mol Deluxe Beauty Kalender. Dit wordt dus allemaal make-up. Ook hier staat zo hier beneden wat erin zit. En hierachter een uitleg van alles wat erin zit. Dus ook daar probeer ik niet naar te kijken. Ik ga hem even openmaken. Ik ga eerst even de plastic folie eraf halen. En ook hier kan dit er gewoon af. Dit waarop staat wat erin zit, kan er gewoon vanaf. Oké, deze kalender was even duur als de andere. Maar voelt qua kwaliteit iets beter. Heel mooi zo Max & Mol Deluxe Luxe Beauty Kalender. En ook weer 24 beauty gifts. Dus 24 boxjes. Oké, hoe gaat deze open? Oh, deze heeft ook zo'n deur. Oh, zo. Kijk, hij was zo. Hij gaat zo open. Oeh, dit ziet er allemaal best wel luxe uit zo. Met dat blauw en goud. Countdown to a magical holiday with this beauty advent calendar. Oeh, I love it. Dit zijn dus van die boxen die je eruit moet halen. Kijk, hier is nummer 1. En dan moet je hem er gewoon zo uithalen. Zo'n kalender, zo'n concept. Dat vind ik op zich altijd ook wel heel leuk. Dit is dus boxje nummer 1. Mascara. Dit is de nieuwe Max & Mo mascara. Ik heb de hele nieuwe Max & Mo collectie getest in een video. Hier is de thumbnail. Staat al online. Deze mascara vind ik niet fijn. Kan ik jullie aftellen. Nummer 2 is hier. Even kijken wat hierin zit. Een zilver potloodje. Eye pencil. Eye pencil. Een zilver oogpotloodje. Dat vind ik wel fijn. Die heb ik niet. Dit is wel een kleur die ik niet heb. Er komt niet heel veel pigment vanaf. Ik moest nou best wel vaak zo op en neer. Deze ga ik houden. Voor het geval ik zo'n kleur wil aanbrengen. Want die heb ik nog niet. Dus hier ben ik wel happy mee. Kijk, af en toe is het een getal die erop staat. Maar af en toe wordt het ook gewoon geschreven. Dus zoals 3 is dan zo 3 of 12. Dan is het dus niet het getal. Maar we gaan nou naar nummer 3. Dus die is hier. Highlighter. Highlightpoeder. Oké. Heeft een bepaalde kleur. Nee, oh vegan. By the way, de hele Max & Mo collectie is vegan. Ook handig om te weten, denk ik. En diepproefvrij. Dit is de kleurenvrij, lichte kleur. Ja, deze kleur gaat te licht zijn voor mij. Dit is de kleur, maar ja, als je een lichte huidskleur hebt, dan is die ideaal voor jou. Nummer 4 is deze. Contour stick. Oh, die heb ik al. Even kijken. Ja, ik heb al de hele collectie. In de kleur 144 medium. Ik heb de kleur dark en die kleur is ook goed voor mij. En dit is dus de iets lichtere kleur. Deze contour stick is oprecht fijn. Dus als jij deze adventkalender hebt en de kleur matcht voor jou. Ik denk dat deze kleur wel gaat matchen voor echt heel veel mensen. Dan gooi je hem echt absoluut niet weg. Dit is echt een goede contour stick. Tenminste, vind ik. Ik vind zo'n kalender wel echt fijner om te openen. Want dat is gewoon echt minder gedoe. Je hebt dan gewoon zo'n boxje en je kunt gewoon makkelijk openmaken. We hebben een beauty blender. Hij is wel heel klein, maar wel heel cute. Kijk even hoe cute. Hij is op zich ook best wel zacht. Hiermee kun je dan je make-up zo aanbrengen. Handig om te hebben. Ik vergeet echt altijd waar ik ben gebleven. Nummer 6. Weet je hoe vaak ik in mijn adventkalenders gewoon eentje heb overgeslagen en dan erna pas achterkwam en daarna alsnog moest inboxen? Nummer 6 is een klein kwastje. Een klein oogschaduwkwastje. Kun je gewoon zo je oogschaduw mee aanbrengen. Nummer 7. Dat is deze. Deze is een beetje zo langwerpig. Browgel. Eyebrow gel. Transparante wenkbrauwgel. Altijd handig voor de wenkbrauwen. Ik gebruik altijd wenkbrauwgel om mijn haren mooi op hun plek te houden. Dus ook handig om te hebben. Nummer 8. Deze is best wel klein. Ik ben benieuwd wat dan hierin zit. Een lipbalmpje. Coconut oil lipbalmpje. Deze in het geel. Ik heb deze ook. Want deze worden verkocht in een hele grote verpakking. Met echt iets van 10 of zo. En die heb ik. Het is op zich best wel een fijn lipbalmpje. Ik had er ook altijd zo eentje in mijn tas. Gewoon to go. Voor onderweg als ik eventjes moest bij balmen. Nummer 9. Dat is deze. Deze is ook een beetje zo kleinachtig. Lipstick. Max & Mo lipstick. Hij is rood in de kleur 317. Hun lipsticks zijn echt amazing. Max & Mo Action lipsticks zijn echt geweldig. Deze is heel mooi rood. I love it. Heb ik die al? Volgens mij heb ik die al. Ik kan zo 1, 2, 3 even niet zien of ik hem heb. Maar als ik hem niet heb, dan ga ik hem zeker houden. Want hun lipsticks, amazing jongens, echt. Nummer 10, dat is deze. Ik maak heel de tijd de onderkant open. Ik moet de andere kant openmaken. Niet dat dat boeit, maar oké. Oh, een lippotloodje die erbij past. Die is ook zo rood. Ook precies die kleur. Dus dit is een match. Waar is hij nou? Dat is wel fijn dat ze daaraan hebben gedacht. Deze zijn ook heel erg fijn. Ik vind hun lippotloodjes en lipsticks hun beste producten. I love it. Dus heel happy hiermee. Nummer 11 is deze. Ik maak weer de onderkant open. Steentjes. Ik vind de kleuren heel mooi. Ze zijn echt ideaal voor herfst en zo. Ik denk dat de meeste mensen hier niet echt iets mee kunnen. En iets hebben van, ja, wat moet ik hiermee? Ik vind het wel heel fijn. Want ik maak altijd hele heftige make-up looks. Waar ik echt best wel vaak dit soort dingen voor gebruik. Dus ik ben hier heel blij mee. En dit zijn ook kleuren die ik niet echt heb. Meestal is dit soort prul in best wel heftige kleuren. Dus echt roze, blauw en dat soort dingen. En dit zijn meer everyday nude kleurtjes. Dus hier ben ik echt wel happy mee. I like it. Volgende is 12. Dus nummer 12. Waar is de bovenkant? Hier. Niet dat het iets boeit, maar oké. Een matte liquid lipstick. Deze kleur is mooi. Pink Lust. 305 Pink Lust. Dit vind ik wel een hele mooie kleur. Wauw. Ik hou van dit soort nude kleurtjes. Deze gaat zeker in mijn lipstick la. I love it. Zo'n mooie matte kleur. Geweldig. Nummer 13 is een beetje lang. Deze is wel groot. Nummer 13. Wat is dit dan? Blottingpapier. Ah, dat is voor alle mensen met een vettige huid. Is zo van dat papier. En als je huid dan vettig wordt, midden in de dag of wanneer ook. Je kunt dan zo blotten met deze. En dan worden die plekjes minder vettig. Mijn huid is echt alles behalve vettig. Ik heb echt normaal te droog. Maar dit is echt heel fijn als je dus een vettige huid hebt. En heel veel mensen hebben een vettige huid. Dus ja, 14. Een klein pincetje. Deze ga ik ook houden, want mijn pincetten zijn allemaal vies. En ik moest een pincet gaan kopen en ik ben het vergeten. Dus ik ben hier blij mee. Nummer 15 is de volgende. Deze is ook een beetje lang. Oh, dit is ook een potloodje. Deze is goud. Dit is een goud oogpotloodje. Ik heb er al zo eentje, dus voor mij is hij dus niks. Maar als ik die niet had gehad, dan had ik hem zeker gehouden en gebruikt. Dus ook heel erg mooi. En heel erg handig voor de feestdagen. Als je bijvoorbeeld heftigere lookjes gaat, dan heb je zo'n mooie gouden rand in je waterlijn. Dat is echt best wel mooi. Nummer 16. Max & More Chubby Lip Balm in de kleur Crème Brûlée. Crème Brûlée, die kleur heb ik van hun. En een lipstick, die is veel te licht voor mij. En dit is de lipbalm variant. Dus ja, omdat hij niet mijn kleur is, ga ik hem wegdoen. Maar het is wel gewoon een fijn lipbalmpje. Nummer 17 is dan de volgende. Wat hebben we hier? Oh, een papiertje. We hebben een hele mini oogschaduw. Kijk hoe klein en cute het is. Dit is echt een heel klein nude oogschaduwpaletje met vooral een beetje neutrale bruinige kleurtjes. Ik hou van dit soort kleurtjes. Het is wel allemaal glans. Ik weet het, er zijn maar 4 kleuren. Maar als er nou eentje mat was geweest, dan had je hier echt wel een leuk lookje mee kunnen maken. Maar ja, ik denk dat veel mensen hier wel plezier van gaan hebben. Voor mij is het niet echt iets. Nummer 18 is best wel groot, zoals je kunt zien. Een groot vierkantje. Blush. 162. Dit is een blush. Ik vind hun blushes niet fijn. Ik vind dat die niet fijn blenden, niet fijn aanbrengen. Dus deze ga ik wegdoen. 19. Oh, weer zo'n lipbalmpje. Deze lipbalm, ik vind dit wel een beetje dom. Je was een beetje dom. Want deze lipbalmpjes worden letterlijk verkocht in een set. Toen net had ik al iets van oké, whatever, eentje oké. Maar nou hebben ze gewoon nog een dag gevuld met dit soort onzin. Denk ik ja, nee. Doe dan gewoon even iets anders erin. Want dit is echt letterlijk 2 cent hè jongens. Want deze wordt echt verkocht in die hele verpakking voor like €1 of zo. Dus ja, om dan echt zo'n skeer eentje zo in een dingen te doen. Daar word ik niet heel blij van. Nummer 20 is een klein puntenslijpachtig dingetje. Misschien is het wel een puntslijper. Shimmerpoeder. Oké, gewoon een glanzende oogschaduwpoeder in een wit gekleurd. Kun je een ooglookje meemaken of zo. Nummer 21 is ook weer zo klein. Dus ik ben benieuwd wat hier nou in zit. Misschien ook weer dat, maar dan in een andere kleur. Dat kan. Oh, nou is het wel een puntenslijper. Kijk, ik wist het wel. Dit formaat gaf me echt puntenslijper vibes. Dus ja, we hebben hier ook een puntslijper. Nog 3 te gaan, jongens. Nummer 22. Nummer 22. Je moet wel Engels kunnen, anders weet je niet wat je pakt. We hebben nog een oogpotloodje. In een nude kleur. Oh nee, lippotloodje. Crème brûlée. Oh, dit is dan een match met dat lipbalmpje van net. Deze. Dit is een match met elkaar. Ook daar is goed over nagedacht. De laatste 2. Eén de laatste. Nummer 23. Het is eyeliner. Black eyeliner. Een zwart eyelinerpen. Ik denk dat veel mensen hier blij mee gaan zijn. Want heel veel meiden houden van winged liner. En dan de laatste. Meestal is de laatste altijd de leukste. Al vond ik dat in die andere box niet per se. Maar misschien nu wel. Ja, hier is het ook. Zie je? Als laatste heb je een heel oogschaduwpaletje. Kijk ook weer met van die neutrale kleurtjes. Hij lijkt op die van net. Maar dan groter en beter. Want hier heb je wel een matte kleur. Kijk, de kleur hier is mat en de rest is glanzend. Dus hier kun je wel echt een goed ooglookje mee maken. Deze is een stuk beter dan die ene kleine van net. Ik vind wel dat ze heel veel op elkaar lijken. Dus ik had liever gezien dat die kleine van net wat andere kleurtjes had gehad. Maar ja, heel handig om te hebben voor everyday. En dat was het dan. Hij is helemaal leeg. Dit was de Max & More Beauty Calendar. Nou mensen, dit was echt super leuk om te doen. Ik vond allebei de kalenders heel leuk. De eerste kalender Ben ik echt van geschrokken. Ik vond die echt beter dan gedacht. De tweede kalender vond ik ook wel leuk. Ik heb alleen de hele Max & Morgen collectie al. Dus nou heb ik bijna alles 2 keer. Maar ja, dan kan ik ook weer andere mensen er blij mee maken. Dus ja, dit waren dan de 2 meest betaalbare kalenders ever. Dus als er iets zijn voor jou, haal ze zeker bij de Action. Je kunt dan iemand anders er blij mee maken. Of gewoon jezelf. Als jij iets hebt van wauw, deze producten zijn echt iets voor mij. De kalenders zijn slechts €10, belachelijk goedkoop. Dus je krijgt best wel veel spullen voor een hele lage prijs. Laat me beneden weten in de reacties welke kalender jij het leukst vindt. En wat je vond van de hele video. En of je weer hebt genoten. Ik hoop het wel natuurlijk. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!